Goedemiddag, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag 16 juli, de dag na het vreselijke bericht van Peter R. de Vries. Ja, ik open de vlog weer even in de auto. We zijn weer even onderweg naar de stad. Ik vind het een beetje raar om de vlog te beginnen en dan leuk en vrolijk te doen, terwijl ja, de realiteit is nou eenmaal dat helaas Peter R. de Vries uit het leven is gerukt. En ik wilde daar toch even heel even bij stilstaan in de vlog. Ja, dat ik het gewoon, net zoals heel Nederland, het heel erg vreselijk vind hoe een stelletje randdebielen hem zo uit het leven hebben gerukt. Dat ze denken dat ze God zijn. En voor een verschrikkelijk stom kutbedrag, 150.000 euro, zoiets denken te mogen doen. En ik ben ook blij dat ze levenslang krijgen. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Wij gaan nu richting Amsterdam, richting de stad. En we gaan even lekker winkelen. En wanneer ik daar een gaatje ook voor heb, ik hoop niet dat het te druk is, wil ik even langs de Lange Leidse Dwarsstraat lopen om een bloemetje neer te leggen, om mijn respect te tonen. Mijn dochter is met me mee. Ik ga dat niet filmen, ik ga dat niet vloggen, want ik vind dat niet gepast. Zulke dingen ga ik niet in mijn vlog verwerken. En ik wil gewoon mijn respect tonen. Dus vandaar. En wat er op de planning staat, mijn dochter die had zoiets van, maar laten we weer even lekker de stad ingaan. En waar we precies naartoe gaan, weet ik nog niet. We wilden sowieso even langs My Jewel. Ik kan het niet eens uitspreken. My Jewelry. Jewelry? My Jewelry. Hoe zeg je? Jewelry, man. Oh, Jewelry, whatever. My Jewelry. Zo erg. Jewelry. My Jewelry. Jewelry. Dus daar gaan we even langs. En Zara. Uiteraard eventjes te kijken weer bij de Zara. Ik doe het meer voor mijn dochter, want de herfstcollectie die is vandaag online gegaan van de Zara. En ja, ik denk bij gewone collecties, daar ben ik zelf wel als de kippen bij. Maar als het zo'n sale gaat, dan krijg ik een soort van, heb ik al in mijn vorige video gezegd, een soort van kortsluiting. Dan krijg ik een soort van kortsluiting in mijn hoofd, want ik kan gewoon niet tegen de chaos van sale. En of het moet een overzichtelijke sale zijn waar ik gewoon heel makkelijk dingen uit kan plukken, dan slaag ik wel. Maar de nieuwe dijk daar vorige keer was wel netjes. Ja, het was wel netjes, maar toch, zoals ik al zei, alles ligt bij elkaar gepropt. En dan kan ik het alsnog moeilijk zien. En, maar goed, genoeg daarover gezegd. Ik neem jullie heel even mee. In de stad. Ja. Oh ja, en ik wilde ook nog. Als het kan, naar Zara Home. Binnenkort, volgende week dus, krijgen jullie weer een Action shoplog. Want ik heb echt iets gaafs gekocht bij de Action. En vorige week, tenminste vorige maand, kon ik geen Action shoplog opnemen omdat er gewoon niks te halen viel. Ik vond het. Ik ga niet kopen om het kopen. Als ik niks nodig heb, ga ik ook niks kopen. En dan sla ik gewoon een maand over. Misschien ook wel 2 maanden. Ik koop alleen echt wat ik nodig heb. En dat deel ik met jullie. En zoals ik al een keer eerder heb gezegd, is dat de Action soms echt heel goed is met bepaalde dingen voor heel goedkoop aan te bieden. Weet je, dus echt van die populaire, mooie dingen. Ja, daar zijn ze dan wel goed in om dat voor een prikkie aan te bieden. Waar je elders gewoon misschien 100 euro voor betaalt. Betaal je misschien bij de Action misschien wel 30 euro. Dus dus dat ga ik met jullie delen volgende week. Ja, verder niks bijzonders. Ja, de kinderen hebben vakantie. Eindelijk, daar hebben ze lang naar uitgekeken. Ze zijn over. Ik ben trots op mijn kinderen. En ja, ze zijn allebei met goede cijfers zijn ze overgegaan. Dat is natuurlijk altijd wel als moeder zijnde een teleurstelling. Wauw. Dat is als moeder zijnde altijd wel een geruststelling. En dan kunnen ze genieten van een welverdiende vakantie. Want het was best wel een uitdagend schooljaar met online lessen.
En onzekerheden, et cetera, et cetera. Het was toch wel even, ja, er werd wel wat van hun aanpassingsvermogen gevraagd. Dus ik ben toch wel trots op mijn kinderen dat ze zich er doorheen hebben geslagen. Ja, nu lekker genieten van de vakantie. Nederland is sinds gisteren op code rood. En ja, ik heb gisteren wel een aantal mensen gesproken die wel in de stress waren geraakt voor hun vakantie. Bij eentje is waarschijnlijk ook haar vakantie gecanceld. En het is toch altijd wel spannend. Ja, ik had wel heel makkelijk na de teleurstelling van D-reizen kunnen denken van nou, ik ga lekker naar Spanje of dit of dat. Op de een of andere manier zal ik dat kunnen doen. Maar ik kies er gewoon voor om dit jaar gewoon in Nederland te blijven. Ik heb daar toch wel een beetje een klap van overgehouden van de manier waarop D-reizen met mijn geld is omgegaan. Dus ik ben nu heel voorzichtig. Ja, mocht ik iets gaan boeken, zal ik dat te alle tijden met mijn creditcard betalen. Nooit meer zomaar via iDeal overmaken. Want wat ons ook is verteld door Rutte is dat ja, als je op vakantie gaat, is het op eigen risico. En ik heb geen zin om met twee kinderen dan op vakantie te gaan. En dan op een gegeven moment gaat het land op slot of wat dan ook. En dan zit je vast en dan krijg je geen kant meer op. Wat vorig jaar in bepaalde landen is gebeurd. Onder andere Marokko. Een vriend in Suriname. Vriendin van mij, haar ouders zaten vast in Marokko. En dan is het altijd gewoon afwachten van wanneer gaat er weer een vlucht en wanneer kun je mee. Ja, daar heb ik gewoon geen zin in als je dan met torenhoge hotelkosten zit. Maar goed, ik zie alweer dat ik 7 minuten aan het lullen ben. Ik ga jullie gewoon meenemen en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Kan ik gewoon niet tussenwinkelen. Ik zet die schoenen. Want kijk, hoe moet je hier tussenwinkelen? Ja, graaien, graaien, graaien. Maar nee man, dat is echt niet mijn manier van winkelen.
lamp is geweldig. Ik vind die lamp geweldig. Die andere dingen ook. 25. Ik ook. Ja, we zijn redelijk geslaagd vandaag. En, ja, het was echt een mooie zonnige dag. Verdrietige dag, maar een mooie dag verder. Maar ja, we zijn lekker goed geslaagd bij de Sara. Dit keer bij de Sara Nieuwedijk. Nee, sorry, de Kalverstraat. En de Kalverstraat moet zeggen dat het veel beter te doen is qua winkelen dan de Nieuwedijk. Veel overzichtelijker. Natuurlijk ook gedeeltes waar het echt de chaos is met de sale artikelen. Dus ja, en daarna zijn we naar Sara Home geweest. Even wat inspiratie opgedaan. En ja, ik moet zeggen dat we vandaag beter geslaagd zijn dan de vorige keer. Ik laat het jullie zo meteen zien. Ja, we gaan even een lekker hapje eten halen. Even voorzichtig een bocht nemen. Oh, want ik heb spullen die om kunnen vallen. Maar ik ga jullie een tip geven, want laatst moest ik naar de bouwmarkt. Ik rijd nu richting de Praxis in Amsterdam Zuidoost. En daar voor de deur heb je een friettent. En ze noemen het bouwfriet. Zo, ja. Oh. Ja. Ze noemen bijna mijn arm. Oh, sorry. Nee, maar ze noemen het dus bouwfriet. En laatst heb ik dit dus gekocht. En ik wist niet wat ik mee maakte. Zulke lekkere patat. Fantastisch. Ik ga nu even een portie halen voor mij en mijn dochter. En ook voor mijn zoon als hij de trek in heeft. Maar dat is echt een tip. Als je een keer een lekkere trek hebt en je hebt zin in een portie friet, haal de bouwfriet bij de Praxis Amsterdam Zuidoost. Wat een teleurstelling. Hij was dus al dicht en het is vrijdag. Dus ik had wel gehoopt dat hij tot 6 uur open zou zijn. Dus het bouwfrietje heet het. Even tot die meneer achter mij voorbij is gereden. Oh, ja, hij is heel sloom. Nee hoor, ik zei heel. Maar goed, dus dat is wel even jammer, want ik had mijn mond ervoor gezet voor die patat, joh. Dus het bouwfrietje. Andere keer laat ik het wel zien aan jullie. Maar ja, ik heb besloten dat ik vandaag niet ga koken. Dus we gaan eventjes een Mackie pakken, een McDrive. Dus, oh my god, ja. Oh yo, even snel dit eten. Ga je eten? Ja. Ga je nu eten? Even een paar. Kapot lekker. Oh. Na een dag winkelen vind ik het altijd wel lekker om de dag af te sluiten met wat patatjes. Heerlijk. Ik ga jullie nu laten zien wat ik allemaal heb aangeschaft. Met name mijn dochter, want zij heeft het meeste gekocht. Ik begin met item nummer 1. Echt een hele mooie jurk, moet ik zeggen. Ze is echt losgegaan. Oké, dit is item nummer 1. Ik denk dat dit wel, dat ik het zo, kan je dit zo zien? Of zal ik iets meer naar achteren? Wacht, misschien iets meer naar achteren. Ik denk dat dit beter is, ja. Ja, ik heb de camera even naar achteren gedaan, want ik wil dat de items goed zichtbaar zijn. Dit is dus jurk nummer 1.
Even kijken. Oh ja, hier. Hier hou ik hem vast. Een leuke blauw-witte jurkje. Met ja, een beetje van die... beetje, hoe noem je dit soort patronen eigenlijk? Nee. Een beetje van die barokpatronen, moet ik zeggen. Een beetje barokachtig. Maar dit is het jurkje. Met een centuurtje. Echt super cute. Oh, wacht, ik zie het. Ja, met het centuurtje. Echt super cute. Nou, het is dat mijn dochter niet in beeld wil. Want dan zou ze een trui om voor jullie kunnen houden. Maar dit staat er echt zo mooi. Echt mooi. Heel mooi jurkje. En even kijken. Dit is een jurkje van 39,95. Het was geen sale, hè, eigenlijk. Het is gewoon een jurkje. Eigenlijk heb ik bijna niks in de sale gekocht. Want alles wat in de sale was, lag heel rommelig. En ik kan er intussen kijken. Nou, eigenlijk hebben we bijna niks in de sale gekocht, inderdaad. Want alles is heel rommelig. Maar goed, dit is dus item nummer 1. Het jurkje met de blauwe, blauw-witte barok print erop. Erg mooi. En ja, ik zal ook eventjes het artikelnummer zal ik even zo erop zetten. Misschien kunnen jullie het even zien. Dat is wel handig, ja. Het volgende item is dit zwarte jurkje. Ook van de Sarah. Het is echt een heel kort jurkje. Maar ook super cute. Het staat er ook echt wederom heel erg mooi. Heel chic staat het haar. En ik moet ook zeggen, mijn dochter heeft hele mooie benen. Dus zodra ze dat aan heeft met van die... sandaaltjes met hakjes eronder. Het is echt om door een. Dan is het echt om door een ringetje te halen. En even kijken. Dit jurkje kost 29,95 bij de Sarah. En dit is het artikelnummer. Zal ik ook even heel kort erin zetten. Hopelijk kunnen jullie het zien. Zo. Echt super, super cute. Dan heb ik item nummer 3. Dit jurkje. Ook een super cute jurk. Mooi kleur roze. Staat er ook als gegoten. Heel mooi jurkje voor 29,95. En dit is het artikelnummer. Ook super cute. En even kijken. Ja, ze is echt losgegaan. Volgende, even kijken, dat is die andere, want je hebt eigenlijk twee van die roze blousen. Een roze blouseje van de Sarah. Dit is een beetje ja, fel roze, want ik heb ook een roze blouse aangeschaft en ze heeft ook een wat zachtere kleur roze aangeschaft. En dit blouseje kost 19,95 en dit is het artikelnummer. Ook heel erg mooi. Een mooie zwarte satijnen blouse. Ook super, super mooi. En dit blouseje kost 25,95 bij de Sarah. Dit is het artikelnummer. Ga er gewoon even snel doorheen, hoor. En volgende blouseje, ook super cute. Voor de 25,95. Ja, 25,95 toch? Dit blouseje van de Sarah ook echt heel leuk. Dat heeft, het doet me een beetje denken aan een pyjama, weet je wel. Maar ik vind hem echt heel leuk. Staat heel leuk op jeans. Ontzettend mooi. En de prijs is... wel 49,95. Het is allemaal geen sale. Wow. 49... Nee, deze is trouwens wel een sale. Deze was 40 euro. 40? Ja. Maar ik kan niet zien. Dat... Hij was wel 40 euro. Dus je hebt hem wel in de sale gekocht? Ja, die wel. Oh, oké. Okay. Maar goed. Hij is dus voor in de sale voor 40 euro. Maar originele prijs is 49,95. En ik laat jullie het artikelnummer even zien. Super, super cute. Ik vind hem echt heel leuk. 1, 2... Hopla. Oké, volgende item is een lichtblauw jurkje.
Ja, ze is echt van de jurkjes. Ook super cute, staat er heel erg mooi. Het is hetzelfde als die zwarte, maar dan... Ja, het is hetzelfde als die zwarte, maar dan in het lichtblauw. En even kijken, ja, 29,95 natuurlijk ook. Dit is het artikelnummer. Super cute. In twee. Huppatee. Dit jurkje is ook erg, erg cute, moet ik zeggen. Maar, ja. Erg cute. Heel leuk. Het is een jurkje met een centuur, maar de centuur zit zo vast. En ik kan hem in de middel knopen. En die kan je om je middel knopen, maar ik zal hem eventjes goed erin zetten, want anders gaat hij zo op de grond. Maar goed, dit is hem dus. Nou, hij blijft toch zakken. Maar dit is het jurkje met bloemetjesmotief. Met gaatjes. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Dit zijn dus de bloemetjes. En ja, een beetje dat geweven stof. Hè? Bloemetjes wat geweven is. En ja, dit jurkje kost €39,95. En dit is het artikelnummer. Ja, dit is het artikelnummer. Super cute. Dan zie ik hier ook een roze blouseje. Het is eigenlijk dezelfde als die andere, maar deze is gewoon wat lichter. Ja, dit is een wat lichtere kleur. Dat is eigenlijk veel lichter. Ik zal zeggen dat het bijna hetzelfde is, maar dat is het dus niet. Het is een lichtere kleur. En even kijken, het is een blouse van 1995 en dit is het artikelnummer. Dus ja, dit is het roze blouseje van haar. En ik vind dit soort blouses vind ik echt heel erg leuk staan op jeans. En van die roze hakjes eronder. Dus daar is het gewoon heel goed mee te combineren. En even kijken, verder. Een simpel roze t-shirtje. Ons zacht roze. Dit is een. Deze was €5,95. Ja. Gewoon heel simpel. En ja, soms is dat ook gewoon heel erg lekker. Gewoon even een simpel shirtje. En even kijken. Ja, €5,95 zei ik al. En dit is het artikelnummer. Zo. Huppatee. Oh ja. En verder had zij dus nog gekocht een hele leuke body. En deze bodies kun je echt heel leuk combineren met een blazer. Vond ze heel erg leuk. Dit is een body van €12,95. En even kijken. Dit is het artikelnummer. En deze heeft ze in meerdere kleuren. Ik vind het echt, echt een leuke body. Je kan ze echt heel leuk combineren. Ook gewoon met een hele korte spijkershort. Dus dit is die zwarte. Ze heeft hem in het blauw. Ze heeft de body in het blauw. Ook heel erg leuk. En ze heeft de body in het oranje. Ook heel erg mooi. En het is echt heel leuk met die... Met die Jordans, met die oranje Jordans. Staat hartstikke gaaf bij. Dus heel leuk te combineren. Ook nog een simpel topje. Een beetje poederroos. Van €7,95. Ook super cute. Ook heel leuk met lichtblauwe jeans te combineren. Dit is het artikelnummer. Hopelijk kunnen jullie het zien. En dan heeft zij echt een hele gave spijkerbroek gekocht. Ik moet zeggen dat die spijkerbroek lijkt echt heel lang. En is bijna, lijkt net alsof het even lang als haar is. Maar mijn dochter, misschien wel langer. Misschien wel lang, maar goed. Mijn dochter is wel langer dan ik. Ik ben 1,60 meter. Ik ben heel klein. Maar mijn dochter is langer. En heeft dus deze spijkerbroek heeft ze dus aangeschaft. Oh, wacht even. Ik weet niet of ik dat helemaal ga kunnen laten zien. Zo. Met van die scheuren.
Hij is echt heel groot. En dit zijn dan de pijpen met rafeltjes eraan. Deze broek kost €39,95. Dit is het artikelnummer. En ja, het is echt gewoon echt heel erg cute. Kan je ook heel leuk combineren. Nou, dit waren de items van mijn dochter. En ik heb zelf niet heel erg veel aangeschaft. Ik vond die roze blouse die ze zelf ook heeft, die heb ik dan wel aangeschaft. Ga hem even erbij pakken. Ja, want ik had vorige week natuurlijk Charlotte Tilbury zo blog. Dus dat was echt al een best budget. Dus ik let even op de kleintjes nu. Ik heb alleen even deze blouse ook aangeschaft. Die vind ik gewoon super cute staan met jeans. Ik wil jullie toch even laten zien hoe deze blouse staat. Ik moet zeggen dat ik er wel over te spreken ben. Ja, ik vind hem erg leuk staan. En ik kan het niet zo heel goed laten zien, maar hele mooie kleur roze. En ja, ik vind het erg leuk staan met jeans en sneakers. Dus het is echt een aanrader, deze blouse van 1995. I love it. Ja, I love it. Het artikelnummer heb ik al jullie al gegeven. En 1995, super super mooi. En een simpel t-shirtje ook. En ik hou van die zachte kleurtjes. Dit is een t-shirt met heel aparte mouwen. Een beetje van die wijde mouwen. Van dat soort mouwen hou ik ook wel. En ja, ik hou van die zachte kleurtjes. En deze simpele t-shirt. Ik moet zeggen dat ik dit ook een cutie vind. Ook echt, ja man. Super leuk. Heel simpel. Maar ik vind het echt heel leuk staan. Ja. I love it. Ook leuk te combineren gewoon met skinny jeans. En met hakken. Ja, wat ik dus eigenlijk ook gehoord heb. Gewoon in het journaal. Want ik kijk altijd wel het journaal. Heel bizar, maar je kan wel merken dat het komkommertijd is. In het journaal kwam dus ook vermeld dat skinny jeans, die gaan eruit. En langzaam maar zeker zal skinny jeans, of zullen skinny jeans uit het straatbeeld verdwijnen. Waarom? Door de quarantaine waar mensen zich in bevinden, de lockdowns en misschien wel dat we in het najaar een lockdown krijgen. Ik weet het niet, want momenteel is het code rood in Nederland. En doordat veel mensen thuis werken, willen ze vaak dus wel wat makkelijk zittende kleding aan. En niet van die strakke skinny jeans. Dus vaak gaan mensen toch voor trainingspak of joggingsbroek. En wat je dan heel leuk kan combineren met sneakers, Jordans. En tegenwoordig wordt het ook wel heel veel gedragen. Dus ja, dus dat is eventjes een klein weetje over de skinny jeans. Die gaan er dus uit. En langzamerhand zullen ze uit het straatbeeld verdwijnen. Vind ik wel jammer, want ik hou van skinny jeans. Maar de jeans die mijn dochter dus ook heeft gekocht, vind ik ook wel heel erg leuk. Super leuk te combineren met Jordans. Of andere mooie zittende sneakers. Nou, dan ben ik nog geweest naar H&M Home. En ik heb daar veel dingen gezien. En ik heb eventjes georiënteerd, eventjes gekeken van wat hebben ze allemaal, dingen opslaan, want ik ben niet echt een impulsieve koper. Ik kijk toch wel van, dit hebben ze, dat hebben ze, en dan sla ik dat op in mijn hoofd en dan kom ik een andere keer terug. Ja, ik heb echt iets gaafs gekocht bij de Action, dus als jullie dat willen weten, zouden jullie eventjes naar mijn Action Shoplog volgende week moeten kijken. Het is niet heel veel, het zal niet een hele lange shoplog worden, zeg ik alvast. Alleen, ik heb wel echt iets gaafs gekocht en dat zal ik aan jullie laten zien. En daarbij moest ik toch nog het een en ander ook nog aanschaffen bij H&M Home. Dus ik moet zeggen, Action is soms echt, een paar keer per jaar komen ze met dingen dat je echt denkt van wauw, ergens anders betaal je er misschien €100 voor. En nu heb ik iets gekocht bij de Action waarvan ik dacht van wauw, dat moet ik gewoon echt hebben.
Maar daarvoor moest ik ook nog bij H&M Home zijn. Dus dit is de tas van H&M Home. Vind ik ook echt super cute. Ja, ik ben dol op mooie tassen. En ik heb gewoon 2 items gekocht bij H&M Home. En ik heb me gewoon georiënteerd. En dingen in mijn hoofd opgeslagen. Wat ik nog altijd de volgende keer wil kopen. Om te beginnen. Ja, het is iets breekbaars. En dat ga ik nu met jullie uitpakken. Als het me lukt dan. Die dame heeft het goed ingepakt. Dat is echt heel mooi. Krijg ik eruit? Nee, ik moet echt toch meer moeite doen. Mensen, komt ie. Dit beeld heb ik bij H&M Home gekocht. Ik vind hem geweldig. En vroeger, als kind, kan ik me nog herinneren dat ik op mijn nachtkastje ook zo'n beeld had. Mijn moeder had zo'n beeld in de woonkamer. Maar dan was er nog zo'n soort van Griekse godin. En ze had er nog zo'n hoofdje op. En dat zag er dan zo uit. Maar dit is dus, je hebt ook dus een variant zonder het hoofd van het Griekse godin. En ik moet zeggen, ik hou van dit soort beelden. Ik hou van dit soort klassieke beelden. Ik vind het zo mooi. En om jullie te laten zien waar ik dat ga zetten, zullen jullie toch eerst even mijn Action Shoplog moeten kijken. En dan begrijpen jullie het. Dit beeldje heb ik gekocht bij H&M Home voor €24,99. Ik vind hem zo mooi. Echt waar. En bij de Action Shoplog laat ik jullie zien waar ik hem ga neerzetten. Oh, ik vind hem zo mooi. I love it. Ja, ik vind hem zo mooi. Echt zo, maar dan ook echt zo mooi. Ik vind hem geweldig. En het is wel raar, want vroeger als kind had ik dan ook zo'n beeldje. Maar dat was dan een kleiner beeldje, zo'n Griekse godin. En op de een of andere manier weet ik niet meer waar ik dat ding heb gelaten. En dan kom je soms in zo'n fase dat je dan ineens gaat opruimen. En ja, het kan ook heel goed zijn dat het gewoon bij de kringloop is beland. Dat ik gewoon, want vroeger ging ik ook echt opruimen. Alles in vuilniszakken en dan bracht ik het gewoon aan de kringloop. Ik denk, weg is weg, opgeruimd staat netjes. En je merkt toch wel dat heel vaak dingen toch terugkomen. Dus soms moet je dingen ook niet weggooien. Want ik ben ook nog eens een keer ergens anders achtergekomen. Vroeger was ik ook een liefhebber van cowboylaarzen. En ik kocht altijd cowboylaarzen bij. Dat was een winkeltje vroeger op Kalverstraat. Op een hoek. En dan moest je met een trappetje omhoog, kan ik me nog herinneren. Het was geen Cosmic Cowboys. Misschien ook wel. Ik weet het niet meer. Maar het was echt zo'n typische cowboywinkel. Kon je ook echt mooie cowboyriemen halen en dat soort dingen meer. Wel. Ik heb heel veel laarzen gehad. Ik ben echt wel van de cowboylaarzen geweest vroeger. En ik heb veel laarzen gehad. Ook weggegooid. Maar hoe kom ik eigenlijk op dit verhaal? Maar goed. Ik zal het even kort houden. Mijn dochter die zei tegen mij, want die helpt me soms wel eens af en toe met mijn kledingkast uitmesten, et cetera, et cetera. Eindstand, wat was nou het geval? Nu zien wij dus ook dat bij Sascha op de Kalverstraat, zeg ik het goed? Ja, in de Kalverstraat. Precies, Sascha, heb je van echt die hele leuke zwarte cowboylaarzen. Dat is nu momenteel een trend. En mijn dochter die zat er ook om te kijken, oh mama, ik vind het echt zo mooi dat soort cowboylaarzen. En toen zei ze, je hebt toch ook van die cowboylaarzen? Toen zei ik, ja, inderdaad, ja. Maar we hebben laatst opgeruimd. En ik wilde heel veel items op een Vinted zetten. Maar Vinted vind ik zo vermoeiend. Want alles wordt op de favorietenlijst gezet, maar niemand koopt. En als je met je prijs naar beneden gaat zakken, dus je haalt al heel veel van de prijs af, presteren ze het nog om te vragen of het €3 af mag. Maar goed, die cowboylaarzen heb ik dus nog ergens. Alleen, je ziet dus eigenlijk achteraf dus, dat heel veel dingen die je vroeger hebt weggegooid. Daarom, oh ja, nu weet ik waarom ik erop kom. Heel veel dingen die je vroeger hebt weggegooid, komen nu weer terug. En dat geldt dus eigenlijk voor alles. Het geldt dus voor de cowboylaarzen. De geschiedenis herhaalt zich continu. Van die flarebroeken zijn ook weer in. Precies, van die flarebroeken. De geschiedenis herhaalt zich. Dus je gaat dingen weggooien, maar de dingen die je weggooit, komen uiteindelijk weer terug. Maar op een gegeven moment, je kledingkast moet op een gegeven moment toch wel weer ruimte maken voor een nieuwe collectie. Dus ik snap wel waarom ik het heb weggegooid, maar aan de andere kant ben ik heel stom geweest, weet je wel. Ik denk bij mezelf, ja, nu moet je al die dingen weer opnieuw kopen. Maar goed, en daarbij heb ik ook nog
Deze was volgens mij 8 euro. Deze kandelaar gekocht bij H&M Home. Ik vond hem super cute. En het gaat ook heel leuk bij het beeldje staan. Nogmaals, bij mijn Action Shoplog zullen jullie zien wat ik bij de Action gehaald heb. Waarbij ik dit in het mooie Griekse beeldje ga combineren. Dus, maar in de kandelaar komt toch een lange witte kaars. Ja, in deze kandelaar, goed dat je het zegt. In deze kandelaar komt een lange witte kaars. En dan kunnen jullie zien hoe ik het een en ander gestyled heb. Dus to be continued. Ik heb heel veel leuke dingen gezien bij H&M Home. Ik wil ook eens een keer langs gaan bij Zara Home. Ze hebben zulke leuke dingen. En ik merk toch wel dat heel veel dingen die ik in mijn huis heb, accessoires, ja, die moeten op een gegeven moment na verloop van tijd plaatsmaken voor nieuwe accessoires. En ik ben niet echt elk jaar van het veranderen. Ik ben echt dat ik jaar in jaar uit hetzelfde aanhoud en dat ik het gewoon eigenlijk ineens niet meer zie. Maar mijn moeder zei nog tegen mij van ja, af en toe moet je je accessoires even veranderen, even andere dingen. En dan kan je toch een beetje je woonkamer een beetje oppimpen. Dus dat staat ook nog voor mij in de planning dat ik dat een beetje ga doen en dat ik jullie daarin mee ga nemen. Dat ik jullie before en afters laat zien van hoe het ervoor uitzag en ja, hoe ik mijn woonkamer dan een beetje ga oppimpen voor jullie. Dus ik ben ontzettend blij met de Action Shoplog die eraan gaat komen. Het zal niet te lang zijn nogmaals, gewoon een korte shoplog. Maar het item wat ik gekocht heb, moet ik gewoon met jullie delen. Dus dat was het eigenlijk in het kort. Ik ben vaak lang van stof, merk ik. Want als ik ga editen, dan merk ik ineens hoe lang de video uiteindelijk is geworden. Maar goed, dat was het eigenlijk wel. Ik heb zelf niet echt heel veel gekocht. Mijn dochter is helemaal losgegaan in de stad. En verder wil ik jullie bedanken voor het kijken. Houden jullie die Action Shoplog in de gaten? Er komt sowieso nog meer content aan, wat vlogs. En ik hoop dat ik jullie daarmee kan vermaken. Want nu is het toch wel komkommertijd. En er gaan ook heel veel mensen op vakantie. Dus ook zijn er ook wel veel mensen die waarschijnlijk niet eens naar mijn vlog kijken. Alsnog zal ik content blijven maken. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie bij de Action Shoplog. Vergeet jullie niet te abonneren op mijn kanaal. Een duimpje omhoog te doen, alsjeblieft. Want juist doordat jullie duimpjes omhoog doen, helpt het mij om mijn video's een beetje te lanceren als een raket. Krijg ik weinig duimpjes, dan stort mijn video neer. En dan merk ik gewoon dat er dan heel weinig mensen kijken. Of ze kijken wel, maar er wordt er geen duimpjes gegeven. En ik wil niet overkomen als iemand die moet smeken om duimpjes. Ja, als je het niet wil geven, geef je het niet. Maar het helpt mijn kanaal om te groeien. En het helpt mijn video om gewoon als een stijgende lijn de lucht in te laten gaan. Dus vandaar dat ik jullie wil vragen om een duimpje omhoog te doen. En te abonneren natuurlijk voor de nieuwe kijkers op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dankjewel.